NLP kent enorm veel toepassingsgebieden. Het zijn technieken die we gaan zien, die we gaan leren. Die technieken kunnen we eigenlijk toepassen vanaf dat we met mensen werken. En je kan alleen zijn en de technieken op jezelf toepassen. Je kan dat doen in interactie met anderen, in een één-op-één gesprek bijvoorbeeld. Dat kan een verkoopsgesprek zijn, dat kan een onderhandeling zijn, dat kan een coachinggesprek zijn, dat kan een evaluatiegesprek zijn of een functioneringsgesprek. Dus het maakt eigenlijk niet uit. Dat kan een aanwervings- of sollicitatiegesprek zijn. Dus het maakt eigenlijk niet uit. En je kunt het ook gebruiken met groepen mensen, dus met grotere groepen mensen zelfs. Dus om mensen hun gedachten en hun gevoelens in een bepaalde richting te leiden. Dus de toepassingsgebied van NLP is dus heel breed. Vanaf dat je met mensen te maken hebt, kun je het gebruiken. En wie zijn dan de mensen die NLP zo allemaal gebruiken? Dat zijn verkopers, dat zijn bedrijfsleiders, dat zijn leerkrachten, leraars, dat zijn coaches, trainers, communicatiespecialisten, marketeers, onderhandelaars, bemiddelaars, ja, noem maar op. Hè. Heel veel mensen, eigenlijk vanaf dat je met andere mensen in je job te maken hebt of in je leven te maken hebt, kun je NLP gebruiken. Dus dat is een heel breed spectrum. Dus, en we zien dat hier ook. Hè. Dus mensen van allerlei achtergrond. Jullie gaan eigenlijk ergens een verbinding vinden in NLP. En dat gaat jullie ook een gemeenschappelijke taal geven. Je gaat dat ook merken. Dat je het doorlopen van deze cursus, dat je op andere manieren gaat beginnen kijken naar de werkelijkheid. En naar bepaalde situaties. Je gaat plots merken bij jezelf dat wat je vroeger misschien emotioneel op had gereageerd, dat anders gaat zijn. Ik kan dat nu zo zeggen, maar je gaat het wel zelf meemaken.